Even een serieus onderwerp, heren, want... Ja, het wordt nu even wat serieus. Ja, eventjes focus naar. Even focus, ja. Het is Kankervrijdag vandaag. En we hebben te gast Cora Disseldorp van inloophuis Scarabee uit Leiden. Van harte welkom. Dankjewel. Kankervrijdag, maar laten we eerst eventjes praten over het inloophuis Scarabee. Wat is dat precies? Ja, nou, ik ga je gelijk corrigeren. Oh. Scarabee is een centrum voor leven met en na kanker. En tot een aantal jaar geleden waren we inderdaad een inloophuis. In zekere zin zijn we dat nog steeds, want we hebben nog steeds een inloopfunctie. Mm-hmm. Maar ja, ook wij ontwikkelen ons door en vandaar ook de veranderende naamgeving. We zijn Centrum voor Leven met en Na Kanker. En dat zegt eigenlijk ook direct voor wie we er zijn. Voor iedereen die zelf geraakt is door kanker op wat voor manier... Naasten, nabestaanden, kinderen, jongeren. Ja, dus ook als het nog speelt, maar ook daarna. Zeker, zeker. En hoe is het vandaag Kankervrijdag? Dat is een landelijke dag? Het is een landelijke dag, voor zover ik hem begrepen heb. Het is wel een dag die nog niet zo lang bestaat. Ik denk dat het heel mooi is dat jullie er aandacht aan besteden. Ja. Ja. Maar even, want wat is precies het thema van de Kankervrijdag? Wat is het idee hiervan? Ja. Wat is het idee ervan? Kankervrijdag is eigenlijk nu ontstaan. Nu we merken dat er steeds meer mensen, nadat ze de diagnose kanker hebben gekregen en behandeld zijn, na verloop van tijd schoon worden verklaard. Genezen vind ik altijd een lastig woord. Maar in ieder geval eigenlijk de boodschap krijgen... Je kunt je leven weer oppakken. En eigenlijk dan ook gaan merken dat door het ziekteproces... door alles wat eigenlijk veranderd is in je leven... je merkt dat het helemaal niet zo makkelijk is... om het ineens weer allemaal op te pakken. En dat ligt in een heleboel factoren. Dat kan in werk, relatie, gezin, noem maar op. Maar het zit hem ook nog veel dichterbij. Namelijk de na-effecten van de behandeling. Ja. En dan met name chronische vermoeidheid. Dus echt fysiek vooral. Ja, restklachten eigenlijk dan ook? Of? Restklachten... vind ik lastig om zo te noemen. Mm-hmm. Kijk, ik ben geen arts, hè. Ik ben coördinator van Scarabee. Wij bieden informele psychosociale zorg. Dus laat even duidelijk zijn dat dat ook het perspectief is... van waaruit ik praat. Kijk, op het moment dat je na kanker te maken hebt met chronische vermoeidheid... dan kan dat als gevolg van de ziekte zelf zijn. Dus het soort kanker van de behandeling... Maar je hebt daarnaast natuurlijk ook nog een scala andere, noem het factoren. Ik bedoel, de stress die je meegemaakt hebt. Misschien wel ook de angst voor het opnieuw kunnen krijgen. Ja. Misschien was je zelf al niet zo'n de meest vrolijke. En is somberheid iets wat nu versterkt is, maar wat je eerder ook al kende. Al die factoren zouden op zichzelf ook weer kunnen leiden tot vermoeidheid, denk ik. Dat bedoel ik. Daarom is het wat. Daarom is het niet makkelijk te zeggen wat nou precies een oorzaak daarin kan zijn. Maar is het dan vooral, hoe moet ik het maar voor me zien? Is het dan vooral dat je komt binnen en je vraagt om hulp, je krijgt voor een bepaalde periode krijg je zorg? Is het dan letterlijk fysieke zorg als je dat nodig hebt? Kan je voor mentale zorg terecht? Hoe zie ik dat voor me? Nou, als je het hebt over Scarabee. Wij bieden een luisterend oor. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Dus dat betekent dat de mensen met wie ik werk, de collega's... over het algemeen allemaal vrijwilligers zijn... die intrinsiek gemotiveerd zijn om mensen met en na kanker te ondersteunen. Hen een luisterend oor te bieden. Nou, dat is waar wij primair voor zijn. Dus wij blijven ook weg van het medische... Op het moment dat een vrijwilliger van ons gesprekken voert met iemand... heb je best snel in de gaten van... gewone kankergerelateerde klachten. En zullen we eens met gewoon oprechte aandacht... is dat voldoende? Waar liggen... op basis van waarden van gasten ook behoeften. Wij noemen onze bezoekers ook gasten. Ik bedoel, zij zijn bij ons de gast.
En kunnen dan ook meekijken binnen het scala van onze mogelijkheden. Wij bieden best een groot aantal lotgenotengroepen, waar mensen mede-lotgenoten kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. En een stukje herkenning en erkenning vaak, dat is eigenlijk wat we terug horen, herkenning en erkenning bij elkaar vinden. Dat kunnen jij en ik elkaar ook geven. Alleen dat van iemand krijgen die van wie je aan een half woord genoeg hebt, omdat je bij wijze van spreken voelt, jij hebt hetzelfde meegemaakt. Ja, echt een beetje lotgenoten. En dat zegt niks over de intentie van anderen. Alleen op het moment dat je... Hetzelfde hebt meegemaakt. Ja. Is dat anders? Nou, we bieden activiteiten die juist, wij zeggen, afleiden van het ziek zijn. Dat kunnen creatieve activiteiten zijn. Dat kan yoga zijn, dat kan mindfulness zijn. En nog wat verdiepende activiteiten als... Nou, bijvoorbeeld voor de dames die na borstkanker horen dat zij schoon zijn. Mm-hmm. De cursus Samen Verder naar Borstkanker. Ja. En daar komt hij eigenlijk weer terug. Juist op het moment dat je hoort van ik kan weer verder. Kunnen gasten in de vooruit gaan, denk ik, pak mijn leven weer op. En dat kan soms ook best een periode goed gaan. Maar er komt een moment dat je moet gaan verwerken. En dat je toch even de tijd moet nemen om erbij stil te staan en moet onderkennen dat je niet alles op dezelfde manier weer kunt oppakken zoals je dat deed voordat je ziek werd. Ja. Een beetje acceptatie of zo? Of? Ja. Verwerking. Het specifieke doel van deze kankervrijdag. Maar even, je kunt hem op twee manieren lezen. Het is natuurlijk vrijdag, dus is het gewoon kankervrijdag? Mm-hmm. Of is het kankervrijdag? Wat is het idee hierachter? Nou, zoals ik hem begrepen heb, met wat ik erover gelezen heb. Maar ik ben niet de initiatiefnemers, en betrokken bij de ontstaan. Heb ik hem begrepen als kankervrij. Dus echt, in dit geval, jaarlijks wordt er een thema aangekoppeld. Mm-hmm. Dit jaar is het thema eraan gekoppeld van chronische vermoeidheid. Ja. En daarmee dealen nadat je weet, ik ben schoon, ik kan mijn leven weer oppakken. Ja. En hoe doe je dat dan? Er is ook weinig, wordt er door mensen die het gehad hebben en dus die vermoeidheid hebben nu, wordt er weinig begrip ervaren voor het feit dat ze er nog zo lang er last van hebben? Ik denk dat het tweeledig is. We leven in een maatschappij waarin je weer in de vooruit gaat. Ja. En ik denk dat dat ook in ons mensen zit, weer vooruit willen gaan. Niet iedereen is op hetzelfde moment ook toe aan verwerking. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je bent schoon en je wil je leven weer oppakken. En dat is precies wat ik net zeg. Je moet ook weer je leven oppakken. Ja. Want ook dan pas ga je ervaren wat je beperkingen zijn die je onderweg hebt opgelopen. Ja. Mogelijk. Hoe kun je nou als naaste daar heel goed mee omgaan eigenlijk? Als je nu weet, iemand heeft kanker gehad, is schoonverklaard en heeft nu dus wel nog heel veel last van die vermoeidheidsverschijnselen. Wat moet je als naaste doen? Die is lastig, maar wat denk ik effectief kan zijn, is in gesprek blijven. Erover in gesprek gaan en erover in gesprek blijven met elkaar. En niet uitgaan van aannames en niet voor elkaar invullen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En op het moment dat open ligt dat er, nou, laten we het even die chronische vermoeidheid dan ook benoemen. Als dat een gegeven is, maak dan ook afspraken met elkaar van hoe kun je die ander op een concrete manier ondersteunen. En wat zijn de do's en don'ts? Want die zijn voor mij anders dan voor jou waarschijnlijk. Ja, precies. Ik weet niet of het je specialisme is, maar zijn er nu nieuwe onderzoeken gaande of zo om te kijken wat kun je doen aan die vermoeidheid? Nee, nou weet je, daar kan en mag, wil ik ook niks over zeggen, omdat dat niet mijn gebied is. Nee. Wij zijn echt de informele psychosociale zorg. Ja. En dan moeten we ons ook niet bezighouden met dat wat formeel speelt. Ik denk dat dat echt is aan de psychologische dienst en wat daar verder onderzocht wordt.
Wat is jouw boodschap nu aan ex-kankerpatiënten die dus met deze klachten nu nog worstelen? Wat zou jouw boodschap zijn richting hun? Nou, wat mijn boodschap is wees er open over. En onderken het voor jezelf, de eerste plaats. Ga erover in gesprek. Het is lang niet altijd makkelijk om erover in gesprek te gaan. Zeker niet op het moment dat jij alweer in de vooruit staat en je werk aan het opbouwen bent. En dan is het zo ontzettend frustrerend en gek genoeg ook schaamte die ineens om de hoek komt kijken. Want ik ben toch weer beter. Schoon, ja. Beter. Ja. Ja. Het moet toch weer. En dan ben je zelf eigenlijk ook al debet aan het. En er niet open over zijn. Ja. En weet dat het zo werkt. En dat dat niets met van het uitleg schaamte te maken heeft. Maar wees er open over. Zeg dat het niet gaat. En zoek een stukje ondersteuning. En weet je, als dat. Voor ons is het al. Wij zeggen altijd: als dat informele en ondersteuning kan zijn. En een luisterend oor daarin volstaat. Het zal je niet verbazen dat een groot aantal van onze vrijwilligers zelf ook ervaringsdeskundigen zijn vanuit het verleden. Dan is dat prima. Maar op het moment dat daar gewoon meer nodig is, dat je dan ook de stap durft te nemen om professionele ondersteuning te zoeken. Ja. Ja, en jullie kunnen daar dus ook een rol in hebben als KRAB. Wij hebben daar zeker ook een adviserende rol in. Dat is mooi werk. Je noemde het een kankercentrum, heet dat nu? Centrum voor Leven met en Na Kanker. Centrum voor Leven met en Na Kanker. KRAB, zo heet het. Het is te vinden in Leiden. Aan de Oude Vest. Aan de Oude Vest. Ja. Is er ook een website? www.inloophuiskrab.nl. Oké, dankjewel. Cora Disseldorp, van KRAB dus.